Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's Dave to throw first. Game on! Dave Chisnall, Chizzy, begint aan de wedstrijd tegen onze landgenoot Jelle Klaassen. Dat kan een voordeel zijn, dat hebben we in de vorige wedstrijd gezien, die uiteindelijk toch gewonnen werd door Mark Walsh. 95. Jelle Klaassen nam alle drie de voorgaande edities van dit toernooi deel. Reikte twee jaar geleden in 2009 tot de halve finale. Toen trof hij Phil Taylor en verloor met 11-3. 134. En voor Dave Chisnall is het het debuut. 58. Op de European Championships. Klaassen, de winnaar natuurlijk van Lakeside 2006. 63. Dat lijkt nog maar zo kort geleden, maar toch al 5 jaar. Chisnall voor 70. Om de eerste leg te pakken. Triple 10 en tops. 50. Mist tops van twee doors. Kansje voor Klaassen om meteen in de eerste leg Chisnall te breken. Die heeft 3, dus 20 en tops. 14. Oh, dat zit er echt een stuk vandaan. Centimeters. Moet uit zijn handen zijn geglipt. Zover zitten deze mannen normaal gesproken niet naast. Chisnall nu weer iets te ver naar binnen en op de dubbel 5 lukt het hem ook niet. Dus toch weer een kans voor Klaassen om te breken in de eerste leg. En had het idee, de regie moet echt zeer alert zijn bij Jelle Klaassen. Die de pijlen zoals altijd in een enorm tempo afvuurt. En nu de triple niet weet te raken, maar wel die 1-0 voorsprong heeft. Ja, het geeft ook heel goed weer die eerste leg, het zwakke punt van Chisnall. Dat zijn toch vaak zijn dubbels. Scorend is hij sterk. Constant ook, constanter dan Klaassen. Die hele goede legs over het algemeen afwisselt met hele slechte legs. Voor Chisnall, die Jelle Klaassen voor het eerst tegenkomt in een televisietoernooi. En nog eentje. Ja, scoren kan hij wel, die Chisnall. Dat is geen enkel probleem. Dit is de leg van Klaassen. Kijk waar Klaassen staat. Kijk, ondanks het feit dat Chisnall 280 gooit, moet Klaassen na 4 beurten natuurlijk wel gewoon onder 300 staan. Naar tops. 28. Ja, het lukt hem weer niet, maar Klaas is dus nog ver weg. 140. Though you require 20. Maar dringt aan, heeft een finish. Een hoge. En Chisnall houdt de problemen. In de checkout. Laat die 20 staan, Klaas. Het kan op 164, het kon. 123. Dave, you require 20. Nou, dan is het nu toch echt wel afmaken geblazen voor Dave Chisnall. Dubbel 5, nee. 17. Jelle, you require 40. Onvoorstelbaar, Jacques. Ja, hoewel Jelle het ook nog even af moet maken. Game, ja, die doet het. Die gaat naar 2-0. Jelle Klaassen. Na zo'n enorme achterstand in deze leg. Game on. En dan ook nog beginnen aan... Nee, dat doet Dave Chisnall natuurlijk, die ook aan de wedstrijd begonnen was.
Ja, 0 uit 12. Dat is niet al te best voor Chisnell en dat 19. Zit ongetwijfeld in zijn hoofd ook. Gooit twee keer 180 in die vorige leg. Klaassen staat nog boven de 300 als Chisnell op een dubbel staat te gooien. Ja, dan geeft hij het nog weg. Dat doet je zelfvertrouwen geen goed. Hij zal ergens een dubbel moeten vinden die hij wel raakt. Hij heeft nu tops een dubbel 10 uit de naam geprobeerd. Ik zou zeggen, probeer eens dubbel 16 de volgende leg. Heel even terugstappen, Jelle Klaassen. Naar die 1. Fulton. Dat helpt hem niet. Scorend blijft het goed bij Chisnell. Dat is geen enkel probleem. Maar dan gaan we nu weer naar een finish toe. Triple 20. Heeft hij. Gaat hij weer naar 16 en tops? Ja, gaat toch weer naar 16 en tops toe. Het moet eerlijk, zal hij denken, Dave Chisnell. En het lukt ook voor het eerst. Hij houdt deze leg in ieder geval en verkleint de achterstand tot 2-1. 121. Ja, Klaassen in zijn eigen leg heeft hij gewoon de voorsprong nog. 55. Had hij hier wel graag een triple gehad natuurlijk, want nu geeft hij Chisnell de kans om er voorbij te gaan. 140. Nou, de triples zijn geen probleem voor Chisnell. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om die dubbels. Dit is Nanke, de vriendin van Jelle Klaassen. Zijn meegereisd uiteraard naar Düsseldorf. Klaas woont ook niet zo heel ver van de Duitse grens in Hengelo. 170 voor Klaassen, die mist de eerste triple. En Chisnell staat wel op een finish. Dus er is gevaar. Maar hij heeft de eerste triple 20 nodig. Die pakt hij. Precies in de hoek. Ja, hij zal wel weer naar 12 en tops gaan, denk ik. Die raakte die de vorige leg ook met één pijl. 72. En nu zit hij er net boven. Kans voor Klaassen op 80. Om op 3-1 te komen. Eén pijl voor tops. 60. Chisnell gaat het gevecht met tops aan. De vorige keer ging dat prima. Maar hoe gaat het nu? Al even goed. Chisnell breekt terug. En begint aan de vijfde leg. Ja, nu de dubbels van Chisnell ineens wel gaan vallen, is Klaas toch echt serieus in gevaar. Laten we eerlijk zijn. De eerste twee legs won Klaassen, maar die hadden eigenlijk ook allebei naar Chisnell moeten gaan. Had Chisnell van die 12 touchen die op een dubbel kreeg er één raak gegooid, of twee, had het nu 4-0 gestaan. 58. Aan de andere kant, als mijn tante dan uit Marokko komt. De laatste
laatste pijl stuit af op de tweede. Toch een 140 score voor Chisnall. 96. Chisnall met de voorsprong in deze leg die hij begonnen is. Ja, die gooit de triples zo makkelijk. Klaassen kan het tempo gewoon niet volgen qua scores. 137. Nou, nu weer is de achterstand groot. Maar ja, dat hebben we al eerder gezien, Jacques. En toen pakte dat toch in het voordeel van Klaassen uit. Nu niet. Hij weet niet alleen de triples te vinden, maar ook de doubles nu. Dave Chisnall. 43. En pakt daarmee de laatste drie legs. Ja, Klaassen zit all over het bord. Die kan de triple 20 niet vinden. Dan gaat hij naar de 19 en naar de 18. En Chisnall, iedere eerste pijl zie je bijna in de triple 20 verdwijnen. Klaassen moet het snel vinden nu. Die eerste pijl zit echt niet goed. Die moet boven de triple zitten of erin. En dan is het nu weer 42. En dan lijkt het toch iets geknakt in Jelle Klaassen. Maar zijn achterstand bedraagt maar één leg. Hij moet gewoon vergeten dat hij die laatste drie legs op rij verloren heeft. Maar ja, dat blijkt toch lastig. Gooit zo hard dat hij af en toe die pijl niet eens uit het bord krijgt. Je ziet hem ook aan zijn arm voelen. De hele tijd Klaassen zit de hele tijd aan zijn biceps te voelen. Misschien dat hij ergens last van heeft. Misschien te veel getraind de afgelopen tijd, want dat heeft hij al heel veel gedaan. Kijk, als de eerste goed zit, dan is er zat mogelijk. Dat zie je nu ook. Nog een triple 18 voor Chisnall. Mag hij naar dubbel 16 toe? Dat lukt niet. Een aparte manier om voor 140 te gaan. Dat zie je niet zo heel veel. Hartstikke idee, Jelle Klaassen, 180. Maar het woord is aan Dave Chisnall. Dubbel 16 en die zit erin. Chisnall naar 4-2 van een 2-0 achterstand. En nu ook nog beginnen aan de zevende leg. Het initiatief duidelijk bij deze 30-jarige Engelsman. Uit St. Helens. Eten. 4 jaar ouder dan Klaassen. 2 legs nog verwijderd van de overwinning, Dave Chisnall. En de tweede ronde op de European Championships in Düsseldorf. Maar misschien is het dan nog net op tijd. Dat kan Klaassen wel. Dat hij een paar legs achter elkaar ineens alles gooit. Derde pijl van Chisnall gaat even de verkeerde kant op. 81. Ja, ineens hè. Dan zit die pijl wel goed de eerste. En dan kan hij veel hoor, Jelle Klaassen. Daar is hij wereldkampioen mee geworden. Staat tegenwoordig op plek 31 op de wereldranglijst. Jelle Klaassen een beetje in gevaar om die top 32 uit te vallen. En dat wil je niet. 140. Jelle, dit is een belangrijke finish voor Klaassen. Moet hem uitgooien. En hij gooit de triples niet. 40. En dus komt Chisnall terug voor 20 en tops. Dave Chisnall. Met de kans op 5-2. Twee pijlen voor tops. En die tweede heeft hij niet nodig. 5 legs op rij nu voor Dave Chisnall. En Klaassen staat voor een enorme opgave. Twenty-five.
Om te beginnen natuurlijk gewoon eerst deze leg houden, Jelle Klaassen. En dan weer verder kijken. Klaassen 40% op de finishes, daar is op zich niet zoveel mis mee. Chisnall 28%, dat is echt niet zoveel. Maar vooral het aantal darts dat Chisnall op een dubbel krijgt in vergelijking met Klaassen, dat is echt een groot verschil. Klaassen heeft pas 5 darts op een dubbel gehad. Chisnall 28, dat is echt een te groot voor 18. Moet ik zeggen. Maar nog steeds een groot verschil. 119. Dit doet hij goed. Hij kan wel een goede overwinning gebruiken, Klaassen, op een tv-toernooi. Het is gewoon al een tijdje geleden dat hij echt lekker heeft gespeeld voor de camera's. 136. Jelle, you require 22. Zo, die zit erin, dachten we. Jelle Klaassen naar 5-3. En dan kan hij nu niet anders doen dan Chisnall breken en tot 5-4 terugkomen. Hij mag sowieso niets meer verliezen, Klaassen. 45. Moet een serie van 4 legs op rij winnen. De eerste heeft hij binnen. 96. 100. Ja. Die triple 18 die wil ook niet vallen. Het was wel de kans om Chisnall voorbij te steken. Nou, de laatste echt goede run op tv van Klaassen is vorig jaar op de World Matchplay geweest. Toen hij de kwartfinale haalde. Dat is dus al meer dan een jaar geleden inmiddels. Hij heeft echt succes nodig, Klaassen, anders gaat hij die top 32 van de wereld uitzakken. En dan is het heel lastig terugkomen. Dus moet hij nog één keer aanzetten. Alles uit de kast. Pak die ervaring. Nou, hier liggen kansen voor Jelle Klaassen. Hij heeft er 6 darts voor, laat tops over. Dus, en hij mag nog een keer terugkomen zo dadelijk. 130. Jelle, you require 40. Jelle Klaassen komt hij terug tot 5-4. Hij heeft nog één pijl over voor de dubbel 10 en die gaat erin. Jelle Klaassen. Leg voor leg moet het gebeuren. En hij heeft er nu 2 op rij. En hij is terug tot 5-4. Jelle Klaassen, wat is hier nog mogelijk? 39. Begonnen aan deze leg. Maar ja, niet goed. Scorend. Het is een leg die hij ook weer moet houden. En dan zou je zeggen, is in de 11e leg alles mogelijk. Maar wat doet Chisnall in deze beurt? Vindt in ieder geval de triple. 96. 1 keer. Ja, dit is goed. Dit is goed. Als die eerste pijl maar goed zit, dan komt de rest ook vanzelf al goed. Chisnall weet ook dat hij in het begin van de wedstrijd heel veel dubbels heeft gemist. En dat kan ook zomaar weer boven komen drijven. Maar je moet de druk op Chisnall wel dan houden. En deze 41 is dan niet genoeg. Welke finish laat Dave Chisnall staan? 99, thank you. Die laat geen finish staan. En hoe doet Klaassen dat? 99. Ook niet. Nou, je merkt ook goed aan het publiek hier dat ze nog niet zo heel veel ervaring met darts hebben in Duitsland. Want terwijl Klaassen tegen Chisnall staan te spelen, staan ze hier Roland Scholte aan te moedigen. 89. Die helemaal niet meedoet hier. 100. Dit is voor de wedstrijd Dave Chisnall, triple 17 en dubbel 18. Om het in 2 darts te doen. Klaassen geïrriteerd,
Chisnall naar dubbel 18. Hij moet er lang over nadenken. Maar hij gooit hem feilloos. Save Chisnall. Verslaat dan toch Jelle Klaassen. Met 6-4. Kreeg het nog wel even benauwd. En dus houdt het hier op voor Jelle Klaassen op de European Championships. Dave Chisnall is door naar de tweede ronde.